Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Otto LaserMaster 2 15 watt versie, maar ook een beetje over Lightburn vandaag. Wat gaan we vandaag doen? Na de wat negatieve video van gisteren als het gaat over de update van Lightburn, gaan we die update toch proberen ook in de praktijk om te zetten. Ik ga dus een functie gebruiken waarbij ik in één laag, in de zwarte kleur, meerdere sublagen ga aanbrengen. In dit geval is dat ook niet zo moeilijk en is dat ook iets waarvan we eigenlijk gisteren al zeiden dat zeker in die situatie dat altijd kan. Dat is namelijk de functie waarbij je vul en lijn had. En zoals je gezien hebt gisteren in die video, vul en lijn is verdwenen. En dus zullen we in die ene laag zowel een vul als een lijnlaag moeten maken om te bereiken wat we daar willen. Een tweede ding wat ik in die video ga doen, is ik ga daar in raster laseren, oftewel ze noemen dat bij een fiberlaser hatchen. In een raster laseren wil zeggen dat je bijvoorbeeld eerst horizontaal lasert en gelijk daarna hetzelfde, maar dan nog een keer verticaal lasert. En ik zal op dat moment ook de video op het object zetten wat ik aan het laseren ben en dan zul je de verandering als het goed is gaan zien. Wat gaan we laseren? We gaan sleutelhangers maken. Veel van de dingen die we kunnen laseren en die niet te duur zijn, komen uit China, AliExpress. Nadeel van AliExpress is dat je soms het spul niet binnenkrijgt, dan moet je reclameren. Soms duurt het 8 weken voordat je het binnen hebt en soms heb je het met een week binnen. Dit was relatief snel. Dit zijn metalen aluminium plaatjes die voorzien zijn van kleur. Ik weet niet of dat geanodiseerd is, of dat het bijvoorbeeld gepoederkoot is, of bijvoorbeeld gewoon beschilderd is, of weet ik wat dan ook. Durf ik niet te zeggen. Ik weet dat het werkt, want ik heb inmiddels al een plaatje ergens voor gemaakt. Ik ga 2 sleutelhangers maken voor mijn autosleutels. 1 voor de gewone en 1 voor de reservesleutel. Daarop maak ik een afbeelding, zet het kentekennummer erop en op de achterzijde een afbeelding en een telefoonnummer, internationaal telefoonnummer. En waarom? Stel dat je de sleutel kwijtraakt, iemand kan je dan op dat moment benaderen. Deze plaatjes kosten per 100 stuks in 10 kleuren rond de 20 euro. Een beetje afhankelijk van de firma waar je het aanschaft. Deze waren iets boven de 20 euro voor 100 stuks. Leuk spul. Je kunt ze ook krijgen in de vorm van botjes, want het is eigenlijk iets wat voor huisdieren bedoeld is. Maar ik heb juist deze vorm genomen, want die kan je natuurlijk overal voor gebruiken. Als je nou een botje neemt, dan is het eigenlijk alleen voor een hond. Dat is weer niet leuk om dat bij een kat om de hals te hangen. Alhoewel, ik zou er wel om moeten lachen, maar een ander waarschijnlijk niet. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan sleutelhangers maken met daarin eerst de functie raster. En dat is eigenlijk een functie die zat al in de oude versie van Lightburn. Daar kon je dat al doen, zeg maar. Dus dat is dus geen nieuwe functie. Al zou je dit ook in 2 lagen binnen die laag kunnen doen. Maar waarom als die rasterfunctie er nog in zit? Dat heeft niet zoveel zin. Maar wat we wel gaan doen, we gaan wel die laagfunctie met dan 2 sublayers erin. Om te bereiken dat we ook nog een klein outlijntje eromheen kunnen laseren. Dat ziet er vaak bij tekst wat fraaier uit. Nou, we gaan beginnen. Ik heb het ontwerp in Lightburn al gemaakt. Ik ga je dat zometeen wel kort heel even laten zien. We gaan beginnen met het laseren. Alvast veel plezier. Zo, hier zien we dus wat ik in Lightburn gemaakt heb. Het bestaat maar uit 1 laag en dat is dus nu een multilaag gezien de nieuwe update van Lightburn. En als we die laag aanklikken, dan zien we dat we op 1 hebben staan een vul, fill 1. En die heb ik op raster gezet. Dat wil zeggen dat die van links naar rechts en van boven naar beneden lasert. Dat doe ik op 2000 mm per minuut en 75% power voor deze sleutelplaatjes. Deze geanodiseerde, ik noem ze maar even geanodiseerde aluminiumplaatjes. De lijn daarna, die had ik aanvankelijk veel te snel staan op 4000 en dan met 20%. Maar de laser die maakte daarbij zoveel schokken dat het sleutelplaatje een stukje verschoven, waardoor je een klein beetje dubbele afdruk ziet. Dus ik heb besloten, en dat ziet er verder prima uit, zullen we zo meteen zien, om hem wat langzamer te doen. Hij gaat met 1000 mm per minuut en een maximaal vermogen van 20%. Waardoor het net een iets fijnere afwerking geeft op het plaatje. Ik ga je in het plaatje laten zien, want dit zijn de instellingen van Lightburn die ik gebruik. En hier heb ik dus ook die dubbellaagstechniek gebruikt. Nou, we gaan even kijken naar het eindresultaat. Nou, we hebben het natuurlijk even moeten kaderen, dat hij keurig erop komt te staan. En we hebben hem gefocust. Ik laat dit proces even lopen. Waarom?
dan zie je wat het verschil is met een beetje geluk. Ik weet niet of het goed zichtbaar gaat zijn. Maar tussen één keer eroverheen lezen of twee keer eroverheen lezen. Nou gaat hij er de tweede keer overheen, dus nu gaat hij van links naar rechts. Ik weet niet of je dat zien kunt, ik zal zo meteen bij de andere kant van het plaatje zal ik de camera op iets een andere manier houden. Maar je ziet hem helderder worden. En als deze kant gedaan is, dan gaan we dus nog even die lijn, zodat we die vul- en lijnfunctie hebben die dan weliswaar weg is. Maar dat we die ook krijgen. Dit is dus nog allemaal in de laag. Het eerste tabblad. En als hij hier zo meteen mee klaar is, dan krijgen we in feite de actie van het tweede tabblad. En dat is de outline nog een keer lezen. En dat gaat hij nu zo meteen doen. En voilà, dat is de voorzijde. Ik zet even de video stop en dan gaan we de achterzijde doen en die ga ik van dichterbij filmen. Oké, nu op een iets andere manier gefilmd, gaan we dat misschien nog iets beter zien. Dit is dus de zwarte laag, het eerste tabblad. En dat is een raster en dit is het eerste gedeelte van de raster. En dat eerste gedeelte, in mijn geval, zo heb ik dat ingesteld, is met 90 graden, dus van links naar rechts en dan van boven naar beneden natuurlijk. En de tweede sessie, en daar is die nu mee begonnen, is dus van links naar rechts en als je het goed ziet, zie je in feite de afbeelding helderder worden omdat die voor een tweede keer eroverheen gaat. Dit noemen ze overigens ook wel eens, als je dat ergens tegenkomt, de term cross-hatching. En ik kan zelfs met mijn bril op zien dat nu de tekst er fantastisch uitkomt. Nou, nu gaat hij er super snel overheen, dat extra lijntje. En dat was hem. Zo, het eindresultaat. Zo ziet het eruit. Dit is het groene plaatje en het andere plaatje wat ik gemaakt heb. Ik zal gelijk ook nog even laten zien wat ik bedoelde met dat door de snelheid die een soort van dubbele afdruk komt. Ik pak even de zwarte. En dan zie je bovenaan
Daar zo. Ik zal het even met een pen doen, dat is misschien makkelijker. Zien we de dubbele afdruk van die telefoon. En dat had te maken met de snelheid waarmee de laser tekeer ging. En dat willen we natuurlijk niet. Nou, zo ziet het eruit uiteindelijk. Ik kan zeggen tevredenstellend. Tot een volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Daar.